Goedemorgen, we zijn op Schiphol. De reis naar India gaat eindelijk beginnen. Welkom bij deze vlog. Best goedemorgen. Het is vrijdagochtend vroeg, 25 oktober. En de reis naar India gaat eindelijk beginnen. We vliegen eerst naar Parijs en dan vanuit Parijs naar Mumbai. Ja, dan gaat de Love Revolution Tour in India beginnen. Onwijs veel zin in, lang naar uitgekeken, lang aan gewerkt, veel aan voorbereiden, veel voorbereiding gehad. En nu is het zover. Heel bijzonder, heel veel zin in, gaat heel gaaf worden. En ik wil je van harte uitnodigen om mee te gaan op reis. Blijf ons volgen op social media, Facebook, Instagram, YouTube. En dan lijkt me het leuk om jullie mee op reis te nemen. Hey, goedemorgen allemaal. We zijn veilig aangekomen in Mumbai na een voorspoedige reis. En ja, het is hier een warm t-shirtje aan. Lekker windje. Ja, we zijn er weer. Fijn om weer te zijn. Bijna onze eerste dag hier in Mumbai. En ik moet zeggen, als je hier dan weer rondloopt en dat alles weer ruikt en alle kleuren weer ziet en de chaos meemaakt op de weg, dan voelt dat weer heel vertrouwd. Alsof je er gisteren nog was. Hè. Zo voelt dat. Dus ja, ik ben hier gelijk, voel ik me weer thuis of zo op een of andere gekke manier. Ondanks dat het heel anders is dan in Nederland. Ja, je hebt de beelden gezien qua drukte. Je hoort nu ook constant getuter en mensen die krioelen over de straten. Maar het is gaaf niet te zijn, een mooie stad, een bijzondere stad. En ja, we hebben even wat simkaarten gekocht voor iedereen. Dus iedereen is goed mobiel bereikbaar deze reis. Dat is wel heel fijn. En we hebben heerlijk geluncht in een Indiaas restaurant. Ja, 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 dat was weer smikkelen en smullen. Vooral William vond het erg lekker. En net op het dak van het hotel hier gerepeteerd, de liedjes voorbereid. We werken met een Indiaanse bassist deze tour, Kiran. Dus dat is heel gaaf, een hele muzikale, getalenteerde gast, dus dat komt helemaal goed. Ja, en de dag zit er bijna op, we gaan nog even lekker hapje eten. En dan slapen. Want morgen wordt het weer vroegdag. Dan pakken we de vlucht naar Hyderabad voor ons eerste concert. Bedankt voor het kijken, ik zie je weer in de volgende vlog. Joe!